Nou, we zijn hier bij de talentdagen in Rabobank. En we zijn hier verschillende sporters aan het testen op een aantal parameters. Waarmee de trainers weer terugkoppeling kunnen geven in hun trainingsprogramma. Maar waar wij een grote database mee vullen om een voorspellende waarde te creëren in de toekomst voor wat is een talent. Hier zijn vooral de KNSB Talent Teams bij betrokken. Maar ook de laag eronder, dus de baanselecties en de opleidingsploegen voor de verschillende disciplines. En dat gaat om shorttrack, inline en lange baan. Ik vind het heel interessant dat we dit doen. Van vorig jaar hebben we dit ook gedaan. En dan kan je zien hoeveel we verbeterd zijn. En ja, we groeien natuurlijk allemaal, dus dat speelt ook mee. Maar je kan wel vergelijken met hoe de afgelopen zomer en winter gegaan is. Zoals met een Wingate test, dan de wattages die je trapt per kilogram. En dan kan je bijvoorbeeld zien aan je piek of je een sprinter bent of meer een allrounder. En na verschillende sprongmetingen en zo. De Wingate is echt best wel zwaar. Voor de rest, soms als je op één been of zo moet staan en je moet een beetje zo heen en weer bewegen, dan die vind ik ook best wel zwaar. Maar voor de rest, het is allemaal goed te doen. Tot voor kort mochten we niet op binnenlocaties bijvoorbeeld. Zijn we vooral naar buiten gegaan om te testen. Hebben we veel gebruik gemaakt van ijsbanen. Dus zodat we toch overdekt zaten. In ieder geval tegen de regen. Maar dan wel in ieder geval op een veilige manier op een buitenlocatie konden testen. We hebben er nu ongeveer 10 gehad in deze periode. Dat doen we dan 2 keer per jaar. En er worden ongeveer 350 sporters per testperiode getest. Allemaal op verschillende locaties in het land. En we proberen in de buurt van die 5 KNSB Talent Teams dan ook te testen.